We hebben gerechten die geïnspireerd zijn door de Thaise keuken. En als je bij ons binnenkomt, heb je eigenlijk het gevoel dat je in een straat bent in Bangkok. Thaise street food, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat staat er dan op de kaart? Op onze kaart hebben we gerechten zowel met rijst als met noedels. Onze topper is bijvoorbeeld de siai. En dat is noedels, rundvlees en gebraden ui. En dan hebben we ook nog vegetarische gerechten, we hebben curry's. Ze zijn allemaal heel lekker. Het is zowel takeaway als dat men hier in het restaurant kan eten. Ja, in ons restaurant hebben we hier 40 plaatsen binnen, maar we hebben ook een terras. En natuurlijk kan je ook bestellen via takeaway. Dat is takeaway het bedrijf of ook Uber Eats en Deliveroo. En dan hebben we ook nog op onze website een click and collect. Dus je kan via onze website ook bestellen en dan moet je dat komen ophalen hier in het restaurant. En wat drink je daar best bij? Is dat dan thee of zijn dat frisdranken? We hebben frisdranken, maar ik raad wel aan om een Thais biertje te proberen. We hebben Singha, we hebben Chang en dan hebben we ook een Chinees bier, Tsingtao. En is eigenlijk die streetfood, is dat duur of is dat goedkoop? Een gemiddeld gerecht bij ons is 12 euro. Dus dat is het gerecht plus de drankje. En je krijgt wel grote porties, dus je hebt na je gerechtje wel goed gegeten. Pitaya, de naam van het restaurant, dat is eigenlijk een vrucht, hè? Ja, dat is een vrucht, dat is een Aziatische vrucht. Het is een hele mooie vrucht, lijkt op het heeft de smaak van een kiwi, maar het is roos. Dus daar komt onze naam van. En zit dat dan ook verwerkt in de gerechten? Nee, dat niet. Maar we hebben wel een ijsje gemaakt van die dragonfruit of de pitaya vrucht. Dat is een synoniem.